Tal van moderne wolkenkrabbers beheersen het stadsbeeld in het centrum van Jakarta, hoofdstad van de Republiek Indonesië, die 25 jaar geleden onafhankelijk werd. De hele dag door raast het verkeer over de grote autowegen van de stad. Maar de oude binnenstad kan ondanks verbreding van vele straten die verkeersstroom niet meer aan. De Betja's zijn er al uit verbannen. Die fietstaxis worden nog altijd veel gebruikt in deze intens levende metropool met zo'n 4,5 miljoen inwoners die hun dagelijkse inkopen voornamelijk doen op de passars. Jakarta wordt net als Amsterdam doorsneden door tal van kanalen en riviertjes die vooral dienen om het regenwater af te voeren, maar die net als bij ons vaak gebruikt worden voor het storten van enorme hoeveelheden huisvuil. Dit is vooral daarom een ongewenste situatie, omdat die riviertjes, de kalis, door een deel van de bevolking gebruikt worden als wasplaats en als toilet. De sanering van de waterhuishouding van Jakarta heeft dan ook hoge prioriteit gekregen. Zo worden er onder andere pompstations gebouwd, waarbij Nederlandse ingenieurs adviseren. Het is een onderdeel van een programma van technische hulpverlening waaraan ook Nederland deelneemt. Het omvat tevens het uitbaggeren van de kanalen, wat mede bedoeld is om de overstromingen die bij zware regenval telkens optreden in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. In het oude stadsdeel van Jakarta worden nog andere restauratiewerkzaamheden verricht. Zo is onder auspiciën van de UNESCO deze in de 18e eeuw door de Nederlanders gebouwde ophaalbrug over de Chiliwang geheel hersteld. Ook verschillende pakhuiscomplexen die nog dateren uit de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie worden weer opgeknapt. Rondom deze gebouwen die in 1718 werden opgetrokken bevindt zich nu de drukke Pasar Ikan, de vismarkt. Een bijzondere plaats neemt in de stad het voormalige stadhuis in, dat verrees op de plek waar Jan Pieterszoon Koen in 1620 het eerste houten stadhuis bouwde. Nu is het geheel in 18e eeuwse stijl hersteld en ingericht als museum. Opvallend is dat zich in het interieur een portret bevindt van Jan Pieterszoon Koen, die eens Batavia stichtte op de puinhopen van Jakarta, nu Jakarta geheten en een van de snelst groeiende steden van de wereld.